Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik dacht dat vandaag wel eens de tijd zou zijn om eigenlijk een klein overzicht te maken van de thema's van de afgelopen 2 jaar, als je dit jaar meerekent, en de komende jaren die we nog te gaan hebben. Omdat je dan een idee zou hebben waar dat we ergens zitten in deze massale ontwaking, deze massale verschuiving van energieën, van manieren waarop dat, we het leven eigenlijk vormgeven en de nieuwe aarde aan het vormgeven is, hoe dat we eigenlijk gaan ankeren in dat hoger bewustzijn, het diamantenbewustzijn, het eenheidsbewustzijn. Nu, om te begrijpen waar dat we nu zijn en voornamelijk wat dat volgend jaar gaat geven, is het belangrijk dat je ook weet van waar we vandaan komen. Ik ga niet te ver teruggaan, want eigenlijk is dat niet echt nuttig of nodig, gezien dat je eigenlijk al weet wat er gebeurd is. Maar dus 2020, vorig jaar, want op het moment dat ik deze video opneem, zijn we 27 december. Bijna aan het einde van 2021, maar dus 2020, sorry. Ik ben nog helemaal in 2022. Ik kijk echt uit naar de nieuwe energie. En mijn standaard blijkbaar ook. Want hij gaat helemaal vooruit. Nu, in ieder geval, 2020, vorig jaar dus, was echt bedoeld om het oude af te breken. Dus om echt al hetgene wat we kennen op de grondvesten te laten daveren. Zodanig dat we verplicht werden om ons meer en meer te gaan verbinden met onze vrouwelijke energie. Niet zomaar, maar om eigenlijk ook de vrouwelijke energie te gaan healen. Om het aan te durven om in die emoties te stappen. Om het aan te durven om vanuit emoties te gaan reageren, te gaan leven. En meer nog, om eigenlijk meer en meer weer die verbinding te maken met onze intuïtie, met onze GPS diep van binnen en onze hart. Dus eigenlijk uit het hoofd naar het hart. Dat was de grootste reden van vorig jaar. En het is ook niet voor niets dat dat virus ook de naam kreeg van een corona. Kroon, die verbonden is met kroonchakra. Dus eigenlijk met het laatste, niet zozeer het laatste, maar een van de lagere. En die dan de verschuiving of verbinding maakt met de hogere energieën. Dit jaar was dan eigenlijk bedoeld om de oude mannelijke structuren, de oude mannelijke energieën, nog verder te gaan afbreken. Door net die verbinding te maken met die heel de vrouwelijke energie. Dus vorig jaar, zeker als je dus zelf je herkent in of aan Divine Feminine of Divine Masculine energie, dan ga je merken dat de thema's van vorig jaar ook helemaal anders waren dan thema's van dit jaar, van het afgelopen jaar. Waar dat dit jaar veel meer was rond de structuren om jou heen, rond het naar buiten treden, om het neerzetten en zo meer. Maar altijd vanuit die geheelde vrouwelijke energie, dus altijd vanuit die afstemming met je ziel en met je intuïtie. En dan komen we natuurlijk bij volgend jaar. Wat je ook wel gaat zien is dat in dit jaar nog heel veel masculine energy, dus de divine masculines in healing echt geduwd en gepusht werden. Maar dat ze dan nu eigenlijk naarmate met het einde dat aan het aflopen is in 2022 die er aankomt, eigenlijk die healing min of meer afronden. Niet in die zin dat er geen healing meer is, want ook voor iedereen die de divine feminine omarmt of belichaamt, is er natuurlijk nog healing nodig. Dat blijft een ongoing proces. Dat stopt nooit. Het is altijd een hoger level. Maar ook dat is belangrijk, dat je ook weet dat er daar ook veel meer gemoedsrust in komt. Dat er veel meer gelijkheid in komt. En dat er soms wel momenten zullen zijn waarin dat je inderdaad eventjes uit je energie of uit jouw balans gegooid wordt. Maar dat is omdat je dan op dat moment eigenlijk gevraagd wordt om nog dieper weer te gaan kijken naar wat dat het is die mag aangekeken worden. Welke schouder dat er nog is in de mannelijke of in de vrouwelijke energie in jezelf. Dus ook hier, de dingen die ik zeg, bekijk die in eerste instantie voor jezelf. Voor beide energieën, dus de mannelijke en de vrouwelijke energieën in jezelf. Wanneer je gemerkt hebt dat je dan eigenlijk meer en meer kan je leven vormgeven vanuit beide energieën. Dus waarbij beide energieën samenwerken.
dan ga je merken dat je dat ook gaat kunnen toepassen in relaties. Relaties met zielsconnecties, relaties met een goddelijke tegenpartij. Dus eigenlijk of met je tweelingziel of je tweelingvlam. Afhankelijk van wat dat is dat jouw ziel hier komt doen en heeft voor ingetekend. Maar niet iedereen is een tweelingvlam en niet iedereen is geïncarneerd als tweelingziel. Dus dat is wel belangrijk. Nu, volgend jaar wordt het jaar genoemd van de missie. En dat is eigenlijk voornamelijk omdat er op macro kosmisch gezien, dus eigenlijk het collectieve, zelfs universele, heel veel chaos is en zal zijn. In die zin dat nu echt duidelijk gaat worden dat die mannelijke structuren, dus de manier waarop we de wereld doen, de manier waarop we dingen gedaan hebben, denk aan onderwijs, banksystemen, gezondheidszorg, daar zie je nu al heel veel dingen van. Ook overheidsbeleden en al die dingen. Dus eigenlijk het runnen, het masker, het structuur aanbrengen van ons leven, van de energieën en die vrouwelijke energieën in de structuur gaan gooien. Dat gaan we volgend jaar veel meer gaan merken. Maar waarom? Net omdat heel veel mensen op microcosmos, dus eigenlijk op een kleinere schaal, elk individu voor zich, echt wakker aan het worden zijn en echt geduwd worden in die ascensie en in die groei. Wat dan natuurlijk maakt dat heel veel negatieve energieën, lachtende energieën loskomen om geheeld te worden. En dat maakt dat de maatschappij die gemaakt is, die eigenlijk een weerspiegeling is van bewustzijn van zijn bevolking, gaat gaan wankelen. Want we gaan anders gaan denken, we gaan anders gaan leven, we gaan andere keuzes gaan maken. We staan gewoon anders in het leven. En dat gaat zich stap voor stap, in stukjes natuurlijk niet allemaal boef in één keer, want dat zou veel te veel chaos met zich meebrengen en eigenlijk de tere balans die er al is in gevaar brengen. Dus dat gaat sowieso niet gebeuren, maar je gaat hier en daar wat dingen opmerken. Zeker als je wakkerder bent, ga je het heel snel doorhebben en zien we dat er echt aan het gebeuren is. Dus op macrocosmos is groter, ga je zien dat er chaos is, dat er onzekerheid is, dat overheden ten val komen als het ware. Dat banken daarom niet failliet gaan, maar dingen anders gaan aanpakken. Hun structuur, hun basis, de manier waarop ze het gaan aanpakken, gaan veranderen. Onder druk van de bevolking die wakker geworden is, die andere dingen wil, die het leven wel op een andere manier vormgeven. En dus dat, dus die macrocosmos, die verandering daar, dat bewustzijn, die ontwaking daar, heeft te maken met wat er gebeurt in elk van ons. Bij de ene is dat wel verder, zijn die al geïntegreerd in dat hoger bewustzijn, in het diamantenbewustzijn. Anderen staan nog echt helemaal aan het begin. We gaan echt nu door die donkere nacht van de ziel heen en weten eigenlijk van niet van welk hout pijlen maken. Dus net daarom is het belangrijk dat volgend jaar, en daarom is het jaar van de missie, dat lichtwerkers echt in een missie gaan stappen. Maak het niet te groot, maak het niet groter dan wat het uiteindelijk hoeft te zijn, want lichtwerkers zijn betekent in eerste instantie werken aan jezelf. Zelf het licht worden, zelf het pad lopen, dus doorheen die donkere nacht van de ziel gaan, doorheen je volledige lichtlichaam gaan. En die zijn je mentale, emotionele, energetische, maar ook je fysieke lichaam de kans en de tijd geven en ondersteunen om te gaan groeien. En meer nog, het jaar waarin dat die twee energieën, waar ik daarnet ook over gesproken heb, dus die de afgelopen 2 jaar elk hun eigen healing ondergaan hebben, elk op hun eigen tempo en individualiteit, die gaan in eenheid samenkomen. In die zin dat zij leren samenwerken in eenheid. Leren samenwerken, afgestemd op elkaar, niet de een belangrijker dan de andere, niet de baas van de andere, niet de een controle over de andere, maar samen twee gelijke identiteiten, twee individualiteiten die in eenheid gaan samenwerken. En dat ga je zowel zien in connecties, tweelingvlamconnecties, tweelingzielconnecties, zielsconnecties gewoon in het algemeen. Dus het kan ook gewoon tussen collega's zijn dat je dat meer en meer gaat gaan merken, waar dat de een meer de vrouwelijke energie, de andere meer de mannelijke energie. En dat hoeft ook niet altijd dezelfde te zijn, maar dat is gewoon een spel als het ware, waarin dat je gewoon afstemt en gevoelt wat en welke energie dat de ene beter is of beter. Van nature uit meer in flow dan de andere, meer in het meestroom dan de andere. En dat schijnen we dat we volgend jaar heel vaak gaan zien. En dat dus op individueel vlak mensen dus die eenheid voornamelijk in zichzelf gaan aanbrengen. Degenen die al een aantal stappen voor zijn, die gaan dan eigenlijk de leidersrol op zich nemen. In die zin dat ze gewoon het voorbeeld gaan zijn ook voor de mensen om zich heen. Want dat is hoe dat werkt. Wanneer dat jij een aantal zaken verandert, dan gaan hier in het begin heel veel mensen weerstand daar rond hebben. Want je doet plots helemaal anders.
Anders dan wat de meeste mensen gewoon zijn. Je bent eigenlijk dat zwarte schaap die die kant op loopt, terwijl heel de kudde die kant op loopt. En dan ga je merken dat dat mensen triggert. In eerste instantie op een negatieve manier, maar dat duwt hen ook in die donkere nacht van de ziel. Waardoor dat ze voor zichzelf gaan nadenken en gaan zeggen van als die kan, waarom zou ik dat ook niet kunnen? En dat zet dan weer aan. Dat is een steentje, dat steentje dat je in het water gooit, waarvan je die kringen ziet uitlopen. Dat is dat wat er ook kan gebeuren. Maar dan op veel grotere schaal dan we nu eigenlijk gezien hebben. En dan 2023 is... volgend jaar ga je ook veel meer zien dat er evenwicht komt in geven en nemen. Energieuitwisselingen... of dat het nu gaat om tijd, energie, geld, liefde, wat dan ook. Ook angsten die losgelaten worden. Dat gaat veel meer een balans creëren. In die zin dat hoe meer dat je zelf gaat uitzuiveren, dat je er onmiddellijk ook resultaat van gaat zien. Veel sneller dan wat we tot nu toe de mogelijkheid hebben voor gekregen. Dus dan in 2023 gaan we dan merken dat eigenlijk de vruchten gaan ontstaan. Dat veel meer ook zichtbaarder gaan worden. De vruchten uit de missie van volgend jaar. Waar dat nieuwe structuren op maatschappelijk vlak, dus dat is weer dat collectieve, dat macro niveau, dat die nieuwe structuren gaan vorm gaan geven. We gaan echt dingen gaan zien veranderen in de realiteit, in de 3D-wereld. En... op microniveau, dus individueel gezien, ga je zien dat jouw wensen, degene die je nu stelt, of die je voorop stelt, of de intenties die je neerzet volgend jaar, en dat je daar naartoe gaat werken, dus eigenlijk dingen gaan doen, jezelf gaan uitzuiveren, naar binnen gaan, misschien je praktijk opzetten, een spirituele onderneming, of wat dat dan ook is, maar dat je echt gaat die dingen gaan doen die jou weer vooruit gaan helpen, en dan in 2023 ga je dan eigenlijk daar de vruchten van beginnen zien dragen. Ook hier weer, de mensen die eigenlijk wat iets vooraf al zijn, die gaan eigenlijk in de loop van volgend jaar daar al heel veel dingen van opmerken. Een belangrijke datum ook volgend jaar is 11 november 2022. Ik weet dat ik nu eventjes terugkeer, maar dat is gewoon omdat zo in de notitie staat, de dingen dat ik zo doorgekregen heb. Dus 11-11-22, dat maakt dus 22 is een 4. Een 4, dat is eigenlijk de energie weer van creatie, weer van een nieuwe identiteit. En dat is ook verbonden met hetgeen wat ze mij gezegd hebben, creatie van de eenheid. Eigenlijk 11-11 is altijd een heel belangrijk portaal. Zeker voor tweelingvlammen, tweelingzielen, die integratie van mannelijke en vrouwelijke energie. Maar volgend jaar nog des te meer. Waarom? Omdat dan eigenlijk het hele grote portaal zich opent. Zodanig dat de massa die tussen nu en volgend jaar eigenlijk, of tussen dit 11-11, dit jaar en volgend jaar, die in die ontwaking geduwd zijn, die daarin nu dat proces aan het gaan zijn, dat die eigenlijk op een heel snel tempo, en dat daarom zijn al die lichtwerkers nodig om dat te kunnen meedragen, om die energie mee te hoog te kunnen houden. Maar dus dan gaat eigenlijk de grootste massa geankerd worden in dat diamantenbewustzijn, in dat eenheidsbewustzijn. En daarmee is dan eigenlijk niet het belangrijkste afgelopen, want dan begint het eigenlijk maar pas. Van wat betekent dat dan? Wanneer je een goede bewustzijn hebt, hoe ga je dan het leven gaan vormgeven? Hoe ga je gaan reageren? En dat zijn ook de dingen dat de klanten die met mij werken nu ook merken van oké, ik heb nu wel een energie dat hoger bewustzijn, ik zie het allemaal, maar hoe doe ik het dan? Hoe doe ik het anders? Want ik heb dat niet nooit geleerd. En dat zijn dan de dingen dat we vanaf volgend jaar november, dus 11-11-22, vanaf dan af naar 2023... ook veel meer gaan zien. Vandaar dat we dus in 2023 ook meer die vruchten uit dat harde werk gaan zien. Meer die nieuwe structuren op maatschappelijk vlak gaan zien. Dus zie hoe dat eigenlijk allemaal zo logisch is en allemaal zo samenhangt. En dan 2024, dus binnen 2 jaar, dan gaan we merken dat die hogere, die nieuwe energie, dat diamantenbewustzijn, het eenheidsbewustzijn eigenlijk wat geankerd kan worden, wat gestabiliseerd kan worden in vaste structuren, dus echt in dingen in onze realiteit. Waardoor dat we gewoon dan ook leven in die hogere energieën. Nee, we gaan niet sterven, we gaan niet weggaan, we gaan hier nog steeds zijn. Net zoals dat je nu kent. Alleen, het leven gaat veel moeitelozer gaan, je gaat veel sneller kunnen gaan manifesteren. De contacten die er zijn, zijn veel meer gebaseerd, of zullen eigenlijk hoofdzakelijk gebaseerd zijn op zielsconnecties. En dan een stukje fast forward naar 2026, dan is daar 10-10
10-10-10 eigenlijk belangrijk. In die zin, 10-10-2026 maakt eigenlijk een 10-10-10 portaal. En dat maakt dat er voor een 3 wordt. 3 is eigenlijk een portaal van completion. Ik had enige tijd nodig om dat te begrijpen toen dat ik die boodschap gechanneld had. Maar dus, eigenlijk is het heel simpel. Als je 10 oktober, dus 10-10-2026, je taalt al deze gegevens samen, dus krijg je 10-10-2-2 van 2026 is ook een 10. En dan de 3 eentjes zijn eigenlijk een 3. Dus dat maakt dat we een completion krijgen. Een completion van de eerste fase, de eerste hele belangrijke fase van de ontwaking, van zo niet de belangrijkste fase van de ontwaking. En vanaf daaraan, en daarom raad ik jou misschien ook aan om mijn boek te lezen, 96 Vlammen, omdat ik daarin ook spreek over de verschillende fasen van ontwaking, van ascensie. Want dat is hetgeen waar dat niet alleen individueel, maar dat je ook gaat zien gebeuren collectief. Dus dat we doorheen die 7 grote fases gaan. En dus eigenlijk op 10 oktober 2026 gaat die eerste grote donkere, zwarte, moeilijke, lastige fases gaan eigenlijk voorbij en afgerond zijn. En dan is het nog tot 2032, 2033. Want dat is een 8 jaar, 2033. Waarin dat we dan eigenlijk die volledige globale massale ontwaking van de hele wereld, inclusief bevolking, gaan volledig afgerond hebben. En dan gaan zien dat eigenlijk degene mensen die dan nog hier zijn, eigenlijk allemaal geankerd zijn vanuit een hogere bewustzijn. Nu, de jaren die ertussen zijn, daar is nog te vroeg voor om die informatie over allemaal al mee te delen. Maar op het moment dat ik daartoe geleid word, ga ik ook daarover dan eigenlijk weer een nieuwe video maken. Maar dus onthoud voor volgend jaar, jaar van de missie, 1-2 energieën komen samen. En die zijn individueel in de mens, met vele mensen, dus mannelijke en vrouwelijke energie, gaan ze gaan leren, gaan experimenteren, gaan observeren, vallen en opstaan, gaan kijken wat dat precies is. Lichtwerkers, die worden gepusht om in de missie te stappen. Het zal niet meer helpen, het zal niet meer lukken om nog werk ergens anders te krijgen. Ik heb het jammer genoeg zelf ervaren, maar als het tijd is om in je missie te stappen, dan gaat niks anders meer werken, behalve het feit dat je het werk doet dat je moet gaan doen. Dus zo, dat was het voor nu. Ik ben even aan het kijken of er nog zaken zijn dat ik moet meegeven, maar ik heb het belangrijkste meegegeven. Ik hoop dat dat jou weer wat nieuwe inzichten mocht brengen. Dat het misschien ook wat meer duidelijkheid geeft over wat dat jij nu staat in jouw eigen ontwikkeling. En dat als je inderdaad ook een lichtwerker bent of je voelt dat je erin gepusht wordt, dat je die angsten en al die onzekerheden aan de kant zet. Want het gaat uiteindelijk niet over jou, het gaat over het van dienst zijn voor anderen. En dat is hetgeen wat ik een aantal jaar terug ook gedaan heb. Gezegd dan fuck it all en vertrouwd heb dat de mensen die mij moesten vinden en de mensen die mijn boodschap moesten horen, omdat wij daar een zielsafspraak over rond hadden, dat die mij ook zouden vinden. En ik moet zeggen, tot nu toe werd dat perfect. Zo, wil je met mij samenwerken? Wil je zelf ook een nieuwe jaar, of misschien nu al zelfs, waarom wachten tot 1 januari? Hè? Maar wil je dat, dan kan je ook met mij samenwerken. Ik heb niet zoveel ruimte om 1-op-1 te werken, maar ik heb een aantal zaken veranderd in mijn groepstraject. Waardoor hij ook daar eventueel de optie kan meenemen om een aantal individuele sessies gekoppeld aan het groepstraject kan erbij nemen. Maar ik zou zeggen, ik ga niet alles hieruit leggen. Dat is nu niet de bedoeling ervan en zo zet ik ook niet aan elkaar. Maar dus als je wilt, als je voelt dat je met mij resoneert, dat je iets te leren hebt van mij, dat ik jou iets te vertellen heb, ga dan naar mijn website, scroll erdoor, kijk wat er jou resoneert, heb je vragen, check de contactpagina, stuur mij een mail en ik ga je zeker antwoorden. Zo, dat was het voor nu. Ik wens je alvast een heel fantastisch einde jaar. Ik ga misschien, afhankelijk van hoe dat hier privé gezien verloopt, nog een aantal video's maken. Misschien ook niet. Who knows? Go with the flow, right? Zo, dat was het voor vandaag. Ik wens je een fantastische dag en tot de volgende.